Kinderen moeten leren uit de fouten van hun ouders voor het verkrijgen van een betere toekomst. Met deze woorden vond de certificaatuitreiking van de training budgetteren en communiceren binnen het gezin door stichting Bont en Blauw plaats. De slogan van de training was: kinderen doen wat ouders doen, en stond in het teken van het leggen van een goed fundament voor het kind. Handelingen van een ouder zijn de bouwstenen van de toekomst van het kind, zegt Lydia Nok, voorzitter van Stichting Bont en Blauw. In deze tijden van onzekerheid, waarin overleven vaak neerkomt op zwaar budgetteren en vooral communiceren, moeten we onze capaciteiten aanscherpen. We moeten leren hoe we niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze gezinnen en gemeenschappen kunnen zorgen. Maar dit project gaat verder dan alleen maar individuele zelfredzaamheid. Het omarmt de duurzaamheid van het hele project. Het is een kweekvijver waarin we niet alleen kinderen koesteren, maar ook de ouders. Ze zijn de dragers van de grootste verantwoordelijkheid van de toekomst van onze kinderen. Vergeten jullie dat niet, hè, ouders? Laten we eerlijk zijn. De verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze kinderen ligt bij ons, de ouders, en bij de beleidsmakers, niet te vergeten. En het is duidelijk dat we die verantwoordelijkheid vaak onvoldoende of verkeerd oppakken. Gezien de huidige economische situatie van het land is het belangrijk om kinderen goed te begeleiden. Iets dat van beide kanten moet komen. Waar kinderen van de ouders leren, kan dat omgekeerd ook. U bent de baas in huis. Dat vergeten we, dat weten we. Toch? Maar een klein beetje meer luisteren naar wat uw grootste zeggen heeft, lost heel veel dingen op. Luisteren is heel erg belangrijk. Soms weten ze een klein beetje meer dan wij als ouders. Zeker als het gaat om internet en social media. Volg ze. Volg wat ze doen. Want ze weten inderdaad soms veel meer dan wat wij ouders weten.